Ik ben Zhian Sarat en ik woon in Nederland. Maar oorspronkelijk kom ik uit Kurdistan, in Irak. Ik ben in Nederland sinds 1993. Na Golfoorlog eigenlijk. Wij moesten vluchten. De situatie was erg bedreigend voor ons. Zeker voor veiligheid voor mijn kinderen, een man en voor mijzelf. Ja, ik heb voor een veilig land gekozen en dat is Nederland geworden. Ik heb mijn studie geneeskunde in Irak afgemaakt. En daarna een paar jaar gewerkt als basisarts. Maar toen ik naar Nederland kwam, nadat ik de taal moest leren, heb ik de laatste 2 jaar van geneeskunde weer opnieuw gedaan. En daarna verder gaan met specialisatie. En ik werk sinds 16 jaar als verzekeringsarts. We hebben nu in Kurdistan meer dan 1,5 miljoen vluchtelingen. En dan, die hebben medische hulp nodig. Ja, wij zijn bereid altijd om eigen volk ook andere mensen te helpen. En ik kon op een gegeven moment niet meer volhouden om in Nederland gewoon te zitten en niets te doen. Nu is de noodsituatie. Wij zaten ooit in dezelfde situatie. En daar kan ik hen echt goed begrijpen hoe erg en hoe zwaar is hun leven. Dus ik heb besloten om in ieder geval als begin 1 maand terug te komen. En verder mensen helpen wat ik kan voor hen doen, dan doe ik. Ik ben in Kurdistan nu en ik wil mensen helpen. Eerder heb ik zelf contact opgenomen met IOM. Het is International Organisatie of Migration, in samenwerking met het ministerie van Gezondheid in Kurdistan. Die hebben mij geholpen om terug te keren naar de hoofdstad van Kurdistan, Erbil. In Erbil zijn er heel veel vluchtelingenkampen, van heel groot naar heel klein. En ik ben nu hier om hen als dokter helpen, onderzoeken, behandelen, medicijnen geven. Deze situatie is heel belangrijk om de artsen vanuit alle landen hier terugkomen naar eigen land door de help voor de vluchtelingen. Ik ben met Kurdistan Medical Charity Foundation en degene die heeft opgericht is dokter Zhian. Hij probeert van allerlei landen de artsen verzamelen, vanuit Noorwegen, vanuit Nederland, zelfs anderen vanuit Amerika. En hij gaat iedereen begeleiden, iedereen verdelen. مورالي جزني يعني طبعا يعني خوي حالتك نفسي زور بيسه عمو هي اول شيء جربوه وانا خوش نعم الدرمانيه نيني بس بيتشاك نابس بينيته وبلم على الدرمانه كباج نبو طبعا باج نابي بوي نفسي اكيد شو صدا حفته هشتا انا خوشي دروني لازم سي واد يعني اگر نفسي سيد باج نابي تو چن حبيب بخوي چن درماني بخوي چن درمان درشي زي باش بي علاج نابي والله Zorbaasje, hij is goed voor de vluchtelingen. Ik kan via hem en via zijn team, die heeft een heel groot team, wij gaan naar allerlei kampen. Wij hebben als team
een soort mobile hospital dat ons ambulance van het ministerie wordt altijd geregeld en bussen. Dan is voor de staf. Hey, dokter Zhian. Hallo, hallo. Die ambulance die vol medicatie. Volgens de ziekte van de patiënt geven wij hen de nodige medicatie. Nou, geen akker, oké. Is goed. Is mooi, genoeg medicijnen. Dan gaan we naar. Wij zijn nu medisch verantwoordelijk voor Kamp Harsham. We gaan elke dag erheen. Kamp Harsham zijn Irakese vluchtelingen. 300 tenten zijn daar, 300 familie. Er zitten mensen uit Mosul, Shabak en heet ook Kaki, zijn Koerden. En Christen, het is echt een mengsel. Waar kan ik beginnen? Die mensen hebben gestudeerd, gewerkt, nu hebben ze niks meer. Dus dat is ook een ander probleem. Ja, gebrek aan alles. En dat is echt een crisis. Het is een heel, heel groot probleem. Dan moet de hele wereld dat zien en helpen. Wij hebben tot nu toe in een grote tent mensen geholpen. Dus alle patiënten komen nu ook naar ons toe. Wij doen werk met dingen dat wij daar kunnen bereiken of dat wij hebben. Sommige dingen hebben wij niet, dus zeggen wij of als het kan uitgesteld worden. Deze heeft epilepsie, deze kind het moet naar het ziekenhuis. Ja, ik kan ook niet zien, hij ook niet. Zonder bril, heel klein lettertjes. Zijn telefoonnummer gaan wij halen om medicijnen van buiten voor hem kopen. Geen spullen, alleen dit kan niet. Maar goed, moet gebeuren. Af en toe kan ik wel verwijzing schrijven en ik bel zelf een ambulance van een lokaal ziekenhuis. Gaan ambulance roepen. Ik heb een paar keer mensen naar het ziekenhuis gestuurd. Je kan niet lopen. Driejarige kind. Even kijken. Ja, helaas, we hebben heel weinig middelen en wij gaan hem behandelen. En soms het is zo druk, dat moet ik 5 mensen in 1 keer beantwoorden. En elk wil wat en ik zeg oké, geen rij of niet. Het allemaal zit op mijn hoofd en ik schrijf voor en ik moet uitleggen aan anderen. Ja, het is echt, het is chaos, maar ik krijg kracht en energie. Van het zien van die mensen die echt een beetje blij worden als ik hen help. En ik ben echt nooit moe. De hele dag ben ik bezig. Ja, van vroeg in de ochtend tot het einde van de dag. Ik wil niet stoppen en ik wil zo verder gaan. Schoon het. Geef het. Inshallah. Met spataderen. Heel groot. Met gezwollen knieën. Die kan niet lopen. Deze. Ze heeft de kousen nodig, maar we hebben het niet. Ik ben zo blij dat ik mensen kan helpen. Ik heb dezelfde situatie ooit gehad, dus. En daar kan ik hen echt goed begrijpen hoe erg en hoe zwaar is hun leven. Dat was in 1974. Toen was ook oorlog in Irak tussen Saddam en Koerden, wij. Wij moesten ook vluchten naar Iran. Dus ik ben daar ook 1 jaar gebleven als kind in een vluchtelingenkamp. Dat was heel erg en er was niks om mee te spelen als kind. We zaten alleen niks te doen. Wachten totdat de situatie gaat veranderd worden en wij wilden heel graag terug naar ons huis. Ja. Dat was een van de dingen dat ik echt, het blijft in mijn hoofd. We zijn bij Yazidi families
And it is a rare place that to see the 5-star hotels as a place for hen, yeah, sort of toestemming gegeven om daar te blijven. Maar het is een bouwplaats van Marriott Hotel. Dat is ook geen hygiënische plek. Maar het is een noodgeval. Gelukkig kan ik met dokter Zhian hen op een goede manier helpen. Kleding en ballen en dingen voor hen meegenomen. Mijn project is voorbij. Ik moet terug naar Nederland. Maar ja, in mijn hart wil ik echt nog langer blijven. Als het kan wil ik zo spoedig mogelijk terugkomen om mensen opnieuw te helpen. Ik vind het heel belangrijk voor hen en ik voel me heel gelukkig. En ik ga ook niet stoppen. Ik doe niet alleen maar behandeling of onderzoek, medicijnen geven. Ik probeer om op een andere manier, humanitair manier, ook hen helpen. Het is niet veel, maar als elk van ons een klein beetje doet, dan wordt het heel veel voor de vluchtelingen. Ja, kleding en andere dingen geven.